Ze heeft het zorgvuldig voorbereid en dus was het moord. Voor het doden van haar kinderen moet een 36-jarige vrouw uit Apeldoorn daarom 9 jaar de cel in. Goedenavond. Voor velen was hij de beste Nederlandse voetballer ooit. En het was bekend dat hij ziek was, maar de dood van Johan Cruijff komt toch als een schok. De achtste dan. Het is de hoogste onderscheiding in zijn sport. De karatewereld eert karateka Jaap Smaal. Mijn gevoel, met mijn leven, ik zou niet zonder karate kunnen. Ze deed de voordeur op slot, controleerde de achterdeuren en sloot de gordijnen voordat ze haar kinderen vermoordde. Een 36-jarige moeder uit Apeldoorn kreeg daarvoor vandaag een celstraf van 9 jaar en TBS met dwangverpleging. De rechtbank is van oordeel dat een gevangenisstraf van 9 jaar in dit geval passend en geboden is. De rechtbank in Zutphen acht het wettig en overtuigend bewezen dat de vrouw haar kinderen opzettelijk heeft gedood met voorbedachte raden. En dat betekent kort gezegd dat deze mevrouw toch in ieder geval in enige mate wist wat ze deed. Dat ze wel overwogen heeft gehandeld. Dat blijkt onder meer uit dat ze bijvoorbeeld nog een afscheidsbrief heeft geschreven. Op 2 oktober 2013 worden in haar woning aan de Van Roekelweg in Apeldoorn de lichamen van de 2 overleden kinderen gevonden. De moeder is zelf zwaar gewond door een zelfmoordpoging. Ze heeft inmiddels bekend dat ze haar beide kinderen om het leven heeft gebracht en dat deed ze met een mes. Justitie eiste eerder 14 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen haar voor de dubbele moord. Maar de rechtbank vindt haar verminderd toerekeningsvatbaar en geeft haar daarom een lagere straf. In hoog tempo stroomt het grootste vluchtelingenkamp van Nederland, Heumensoord bij Nijmegen, leeg. Dagelijks vertrekken er bussen om de bijna 3000 asielzoekers elders onder te brengen, omdat het tentenkamp op 2 mei sluit. Ondanks dat er veel geklaagd is over de situatie in het kamp, staan heel wat vluchtelingen te huilen bij het vertrek. Ik heb to say goodbye to friends. Especially we are going to a different place than our friends who are going next week maybe. So it's hard to make it again, to start again from to make a new friends. Yesterday he is a teacher and his friends. He too much crying and he put his name and picture in the wall. Deze familie is niet de enige die moeite heeft met afscheid nemen. Nu er na maanden in Heumensoord serieuze vriendschappen zijn ontstaan. My friend Olaf here. I'm missing. Ze zijn zo respectvol, zo bescheiden, zo lief. Zo, ja. Het zijn gewoon fijne mensen. Wat voor dingen heeft u samen gedaan? We hebben van alles gedaan eigenlijk. Boodschapjes, samen koken. Dat was heel gezellig en heel erg lekker. Doordat nu zoveel vluchtelingen vertrekken, stoppen ook veel van de activiteiten die voor ze georganiseerd werden. Zoals een uitwisseling op de universiteit voor de academische vluchtelingen. Well, it meant a lot. It was also created a platform to meet a lot of professionals, professors. Tell all these people about my dreams to be a successful dentist in Netherlands in the future. Wat wilden jullie de vluchtelingen bieden met dit programma? Nou, 2 dingen. Ten eerste een podium, zodat zij kunnen vertellen wat zij in Syrië of Eritrea of waar dan ook hebben, wat zij daar hebben gestudeerd. En ten tweede een opstapje bieden tot het opbouwen van een professioneel netwerk. Dat netwerk proberen ze in stand te houden. Ook nu deze vluchtelingen over het land uitwaaieren. Zo'n 1200 zijn er al vertrokken. Voor 2 mei moeten de andere 1700 plaatsmaken voor de Special Olympics en ook de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en dan naar Johan Cruijff. Zijn dood komt hard aan bij voetbal in het Nederland. De oud-voetballer en succestrainer stierf vanochtend op 68-jarige leeftijd aan longkanker. Op de sociale media wordt massaal steun betuigd aan de nabestaanden van Cruijff. En ook worden er volop herinneringen opgehaald. Zo ook in Varsseveld. Daar speelde FC Barcelona in 1988 tegen SC Varsseveld. Cruijff was toen net trainer van de Spaanse club. Het was natuurlijk een enorme belevenis. Voor mijn gevoel waren er destijds wel 3.500, 4.000 mensen. Waar extra tribunes waren erbij opgebouwd. Cruijff kwam en inderdaad een hele kolonne van Spaanse pers erachteraan. Ja, het was een geweldige happening. Ronald Ruzink, in 1988 nog speler en nu voorzitter van de club,
had de eer Cruijff persoonlijk te ontmoeten. Helaas zijn er geen foto's meer van. Ik kwam hem tegen in de kleedkamer waar hij rustig in de hoek een sigaretje zat te roken. Want hij rookte toen natuurlijk best wel stevig. En toen hebben we even een paar woorden met elkaar gewisseld. En waarschijnlijk was ik niet de enige, want dat deed hij wel met meerdere. Hij was wel heel makkelijk benaderbaar. Het was hij nam geen afstand. Hij wou je echt wel spreken. Volgens Rusink was het een heel prettig gesprek over natuurlijk voetbal. Ja, hij kwam gewoon makkelijk binnen en je praat met hem inderdaad over voetbal. Wat hij van Barcelona vindt, wat hij daarvan verwachtte. Hoe hij het hier vond, hoe hij het ontvangst in Varsseveld vond. En wat ik daar nog van herinner, is dat hij daar ook wel van onder de indruk was. Ja, van de mensenmenigte die hij toch op de been had gebracht. Ja, meer reacties op de dood van Johan Cruijff kunt u terugvinden op onze site. Joke van Dijk heeft er grote moeite mee om afscheid te nemen. Afscheid van de V&D in Apeldoorn. De oudsmedewerkster ging vandaag weer terug naar de winkel waar ze jaren heeft gewerkt. De winkel is weer voor een paar weken open in een poging om van de oude voorraad af te komen. De inmiddels ontslagen van Dijk kan vandaag alleen maar toekijken. Nadine, Willy, Manuela, Mara komt waarschijnlijk ook later. Oké, jij later. Ik had nog op Facebook gevraagd. Ja. Er zijn nog veel oud-medewerkers die contact hebben met elkaar. Net als Joke zien ze vandaag dat het dringen is om de V&D binnen te komen. Een vreemd gezicht. Waar waren al die mensen bij onze prijzencircussen? He, wij zaten met smart te wachten op al die mensen tijdens de prijzencircus. En nu is het einde verhaal. En nou staat het helemaal vol. Ja, daar word ik toch wel een beetje triest van. En dat het druk is, is niet het enige dat veranderd is bij de V&D in Apeldoorn. Hier zat Ici Paris. En ik zie dus nu dat het allemaal kleding is geworden. Dus de hele Ici Paris is al weg. Dat voelt toch wel heel raar. Het is toch heel anders. Omdat Joke al formeel ontslagen is, staat ze vandaag, net als de meeste andere oud-collega's, niet in de winkel. Ze ziet vooral onbekende mensen aan het werk. Kijk, een kassa die niet werkt. Dat komt omdat wij er niet zijn. Marissa. Het warenhuis is ook wat compacter ingericht. Niet alle afdelingen zijn toegankelijk. Het is toch heel apart, hè? Ik dacht dat dit allemaal te koop zou zijn, alle stellingen. Maar heel raar, waar gewoon zoveel heeft afgespeeld en waar je zoveel hebt gelopen, dat dan gewoon over en uit is. Ja, heel raar. Voor Joke lijkt het boek V&D nog steeds niet dicht. Dat is vandaag natuurlijk ook begrijpelijk, nu het warenhuis van buiten er weer vertrouwd uitziet. Bij het minste of geringste is die gebroken en zit je onder de smurrie. Maar hoe kun je dan een ei van 7 meter hoogte laten vallen zonder dat hij kapot gaat? Dubbele woonlasten en privéproblemen zijn er de oorzaak van dat Niels Joosten tijdelijk zijn functie als burgemeester van Doetinchem neerlegt. Joosten heeft van de commissaris van de Koning, Cornelie, een time-out gekregen. Joosten is sinds februari 2014 burgemeester van Doetinchem. Hij ging al na een half jaar in zijn standplaats wonen, maar omdat hij zijn oude huis in Brummen nog niet verkocht had, kwam hij vanaf dat moment met dubbele woonlasten te zitten. Omdat Joosten in een echtscheiding ligt en zijn vrouw elders in Doetinchem woont, heeft hij nu zelfs 3 dubbele woonlasten. Een tegemoetkoming die de burgemeester voor zijn huisvestingsproblemen ontvangt, loopt over een aantal maanden af. Joosten heeft nu tot juni een time-out gekregen om zijn problemen op te lossen. En zijn salaris loopt in die tijd door. Adriaan Dekker krijgt jaarlijks zoveel Accept Giro's van goede doelen in de bus dat hij er gek van wordt. Vorig jaar waren het er zelfs bijna 300. De 95-jarige Oosterbeker heeft een lijst met goede doelen. En elke maand kijkt hij welke hij dit keer geld geeft. Door zijn gulle giften neemt de stortvloed aan Accept Giro's alsmaar toe. Je zou er eigenlijk ook een kamer mee kunnen behangen. Meneer Dekker wordt er niet goed van. Iedere keer als de postbode komt, zitten er wel een paar Accept Giro's van goede doelen bij. Ik kan eigenlijk eerlijk gezegd geen Accept Giro kaart meer zien. Omdat het er zoveel zijn. De afgelopen jaren ontving hij vele honderden brieven van een heleboel goede doelen. Van sommige goede doelen alleen al een stuk of 20. Allemaal willen ze financiële steun van hem. En ik hoop niet dat ze dus denken dat ik een geweldig rijk man ben. Want dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo.
Hij is dan wel geen rijk man, maar hij steunt wel veel goede doelen. En ondanks dat ze hem massaal stalken, blijft de 95-jarige meneer Dekker dat voorlopig doen. Ik denk dat na mijn dood nog verschillende acceptchirurgen hier binnenkomen. Maar goed, daar is het dan in ieder geval zeker van dat die niet gehonoreerd worden. Ja, en om ergernissen en excessen zoals bij meneer Dekker te voorkomen, adviseert Stichting Goede Doelen Nederland mensen zich te laten registreren bij Postfilter. Zo kan worden voorkomen dat ze ongewenste post krijgen. Voor meer tips kunt u terecht op onze website gld.nl. Steeds vaker kiezen meisjes voor het bakkersvak. En toch vallen zij tijdens de opleiding vrij veel af, omdat het een fysiek zwaar vak is. Maar er was tijdens de open dag bij de Rijn-IJssel Vakschool in Wageningen weinig van te merken. Er kwamen opvallend veel meisjes met hun ouders kijken. Op de bakkersvakschool in Wageningen merken ze ook dat steeds meer meiden enthousiast zijn over het vak. Margot Rijsman denkt nog na over haar schoolkeuze, maar ze ziet het bakkersvak wel zitten. Omdat ik het heel leuk vind om met mijn handen te werken. En daarom eigenlijk. Het is heel erg praktijkgericht. Dat vind ik leuk. Meisjes kiezen vooral voor banketbakken. Door tv-programma's als Heel Holland Bakt en Rudolf's Bakery heeft het bakkersvak enorm aan populariteit gewonnen. Ik kijk natuurlijk altijd zondags 24 Kitchen naar Rudolf van Veen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Dat inspireert mij ook. Hij hangt eigenlijk op mijn duim en ik hou hem hier voor de stevigheid nog even vast. En er zijn nog wel meer redenen, denkt leerlinge Sanne, die in het eerste jaar van de opleiding zit. Dat het gewoon echt een friemelwerkje is. En dat meiden daar gewoon goed in zijn. En dat vinden ze leuk. Zijn wereld is karate en die wereld eerde de 61-jarige Jaap Smaal met een bijzondere onderscheiding, de achtste dan. Nog maar weinig mensen ter wereld hebben deze erkenning ontvangen. Smaal kreeg de achtste dan voor zijn inzet voor de karatesport en daar is hij reuze trots op. Ich ni sam si ho hook chiach is naar voren komen. Ich ni sam si ho. Ik zie het een beetje als levenswijze. Karate gaat als een rode draad door mijn leven heen. Het is mijn gevoel met mijn leven. Ik zou niet zonder karate kunnen. Maar als ik opsta, dan ben ik al helemaal happy met het idee van ik kan straks weer in mijn dooien staan. En ik kan weer trainen. Het geeft je zo'n heerlijk gevoel. Het is echt een fantastisch gevoel. Ik kan bijna niet omschrijven, maar u zou het eens moeten doen. Jaap Smaal doet het in ieder geval al 46 jaar. En omdat de Wereldbond hem zo'n geweldige promotor vindt van de sport, werd hij geëerd met een achtste dan. En dan weer een half van de Duitse Karate Federation to the world. Jaap Smaal met de 8th Dan degree. Congratulations, Jaap. En de achtste dan is uitzonderlijk. Die krijg je alleen voor buitengewone inzet voor de sport. In Nederland is hij pas de derde. In Europa gingen hem nog maar weinig mensen voor. Ik denk dat er in totaal een stuk of 10 zijn, meer niet. En wereldwijd? Wereldwijd, nou, als je praat over een stuk of 20, dan houdt het wel op, denk ik. Je bent gewoon heel beroemd in de karatewereld. ja, het betekent wel iets, zo'n gedrag gaat. Felicitaties gaat vanuit Australië, vanuit Zuid-Amerika, vanuit Japan heb ik zelfs felicitaties gehad voor mijn astronaut gaat. Dus ja, het is wel uniek eigenlijk. En ook op zijn eigen club werd hij groots onthaald. Ja, heel trots inderdaad. Hij heeft er eigenlijk zo lang al voor gewerkt. Hij doet al zoveel voor de sport eigenlijk. En ik vind dat hij er echt heeft verdiend. Dus ja, super trots als zoon. De andere kant is ook weer voor mij een stimulans om toch wel te blijven doorgaan met trainen. En mijn hele doelstelling, ik wil blijven trainen tot mijn 88ste jaar. Hoeveel jaar moet u nog?
Ik ben nu 61, dus ik heb nog een flinke tijd. Ik kan nog 27 jaar trainen. Nog een hele generatie. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, en dan, hoe gooi je een rauw ei van 7 meter hoogte naar beneden zonder dat die breekt? Dan laat het antwoord op die vraag maar over aan leerlingen van groep 8 van basisschool Van den Brink in Wageningen. De egg drop is daar inmiddels een paastraditie geworden. Maar wat is nou de juiste methode? Misschien is het gewoon wel een kwestie van goed inpakken. En daarna hebben we het ei in een zak met watjes, in een zak met gel. En dan nog in een Pringlebuskoker met watjes gedaan. En dan nog in een tas en dat zit dan hierin. 10 spannende creaties staan er klaar voor. Welk ei erin overleeft de val van 7 meter? Weken is erop gebroed en uitgeprobeerd. En vandaag is dan de echte test voor de ogen van de school en de familie van de kinderen. 4, 3, 2, 1. Is hij heel? Ja. Yes. Wauw! Het ei van Niels, Jonas, Puk en Tijmen heeft het ook overleefd. Goed gedaan, jongens! 9 keer gaat het goed, maar er is altijd die ene keer. Het ei valt zomaar uit de prachtige bescherming. En ik weet niet goed. Hoe kan dat nou? Ik weet niet. Ja, dan gaan we naar Wageningen. In de weerkamer staat Reinier van den Berg. Aan het weer was dat vandaag misschien niet te merken in Gelderland. Met al die grijze wolken die overtrokken. Maar de lente is toch in volle gang. En dat laten de vogels ook duidelijk zien. Zoals deze ooievaar druk in de weer met een nest. En die voorjaarsgevoelens zullen komende week verder worden aangewakkerd. En zeker op zaterdag als de zon schijnt en de temperatuur verder omhoog gaat. Maar eerst nog dat grote wolkengebied waar we vandaag al onder zaten. Morgen in de loop van de dag komen we aan de achterzijde terecht. En in de namiddag op de Goede Vrijdag zal het dan ook uiteindelijk wel gaan opklaren. Maar vandaag dus alleen maar het grijze weer. Soms een dunne plek in de bewolking met een waterig zonnetje. Heb ik ook even in Wageningen gezien. Maar voor de rest was het toch wel erg grijs vandaag. Vanavond, vannacht blijft het bewolkt. Vanavond al een klein beetje lichte regen. Maar in de nacht gaat het van het westen uit wat aanhoudender, serieuzer regenen. Bij minimumtemperaturen van een graad of 7. En morgen beginnen we overal in Gelderland met bewolking en regen. In de loop van de ochtend wordt het in het westen van Gelderland droger en uiteindelijk gaat het op opklaren. Maar morgenochtend dus, die regenwolken, kan echt wel een millimeter of 5, misschien plaatselijk 10 millimeter vallen. Maar 's middags uiteindelijk van het westen uit een aantal opklaringen. En in de namiddag en avond wordt het zelfs vrij mooi weer, denk ik, in Gelderland. Middagtemperaturen 9 graden. De wind draait naar west tot noordwest. En die is meest matig. De vooruitzichten. Zaterdag mooi weer. Droog. Een zuidenwind. Een temperaturen van 13 graden. Met de paasdagen wisselvallig. Een paar buien. Maandag veel wind. En duidelijk ook nog meer regen. Een wisselvallige Pasen dit jaar. En dit was Gelderland vandaag. En daarin hadden we onder meer een gevangenisstraf van 9 jaar en TBS met dwangverpleging. Dat is wat de moeder uit Apeldoorn krijgt voor het vermoorden van haar 2 kinderen. Een lagere straf dan was geëist omdat de rechter vindt dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is. Meer nieuws vindt u op onze app en op gld.nl, onze website. Ik wens u nog een fijne avond.